Met deze ervaring hebben wij als mensenrechtenorganisatie dus een beroep gedaan op de komende coalitie dat zij in elk geval, anders dan de heengaande regering, dat zij de trias politica in ere moeten herstellen. En dat wij van hun in principe eisen dat het proces dat nu in hoger beroep is op geen enkele manier belemmerd moet worden. En door inzet van welk instrumentarium dan ook. Want u weet dat de amnestiewet, de gewijzigde amnestiewet in 2012, een inmenging was in een lopend proces. En wij hebben ook verder gezegd dat het vonnis uitgevoerd moet worden, ook zonder enige belemmering van de komende regering. Het betekent dat voor ons een kwestie van gratie, of welk ander middel dan ook, dat het vonnis, wat het ook mogen zijn, dat teniet zou doen. Omdat we uitgaan dat iedereen gelijk is voor de wet. Dat is het beginsel en een pijler van onze democratische rechtsstaat. We hebben dus ook aangegeven dat naast de kwestie van gratie, dat de amnestiewet van april 2020 zo spoedig als mogelijk moet worden ingetrokken. Omdat één, het ook niet voldoet aan wat de grondwet ons voorschrijft, dat de Republiek Suriname de internationale rechtsorde moet bevorderen. Wij moeten paal en perk stellen. Dat we hebben verder ook uiteraard aandacht gevraagd voor de kwestie van decousuur. Dat zou dus een programma moeten zijn dat de geschiedenis van Suriname zou moeten herschrijven. Wij hebben een hele andere mening daarover. Wij zijn overtuigd dat het project Decousuur bedoeld is geweest om de veroordeelde, de inmiddels veroordeelde meneer Bouterse, zijn pseudo-revalidatie-imago moet behouden. En een ander doel is natuurlijk nog steeds het sentiment aan te wakkeren om het lopend proces, het 8 december moordenproces, te torpederen of te beïnvloeden. Aan de andere kant hebben we ook aangegeven van dit project is dat vanwege ook de precaire situatie waarin ons land is komen te verkeren voor wat betreft het financieel en economisch gedeelte, maar ook qua goed bestuur, men moet kijken naar het prijskaartje dat aan dit project is gaan hangen. Namelijk €800.000. Die gefinancierd wordt door de Surinaamse Postspaarbank. Dus het is van belang dat de nieuwe aankomende regering het Openbaar Ministerie, of althans eigen onderzoek begint te plegen naar het reilen en zeilen bij de Postspaarbank voor wat betreft dit project van Decousuur. En ik begrijp dat jullie ook van 25 februari af willen als feestdag? Ja, we hebben gewezen erop dat 25 februari 1980... sinds onze republiek het grootste kwaad is dat ons land is overkomen. Een ondemocratisch handelen waarin we een periode hebben gehad van totale vernietiging van de economie, vernietiging van mensenlevens, niet kan gevierd worden. Integendeel zou het een grote rouwdag moeten zijn.